see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. We gaan het hebben over duurzaam ondernemen. Het thema is namelijk duurzaam ondernemen ook voor jezelf. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to me. Duurzaam ondernemen, dat gaat niet alleen over milieu, maar ook over sociaal en economisch. Dat heet ook sociaal en economische aspecten. People, planet, profit, noemen ze dat. Het bedrijf brengt uit in de bevlogenheid en passie om een bijdrage aan een groene wereld. Milieuvriendelijk ondernemen zit in de genen van deze DPI. Ja, privé doe ik heel erg veel. Groene stroom, goede beglazing, verwarming een graadje lager enzovoort. Fiets, krijg geen auto. Als stadsdeel doen we ook heel erg veel. We zijn aan het werk om het hele stadsdeel CO2 neutraal te krijgen. In 2014 willen we het bereikt hebben. Dat betekent dat we op dat moment helemaal geen CO2 meer toevoegen aan de atmosfeer. U bent dus de winnaar geworden van de Ondernemers Milieuprijs. Van harte gefeliciteerd. Wat is het belang van milieuvriendelijk ondernemen? Het belang van milieuvriendelijk ondernemen voor ons is dat het eigenlijk een hele natuurlijke manier van ondernemen is. Wij proberen zelf alles milieuvriendelijk en duurzaam te doen, zo weinig mogelijk grondstoffen en hulpstoffen te gebruiken. Waardoor je de voorzieningen die er zijn op deze aarde nog langer kan gebruiken. Dit stadsdeel is 2 meter onder NAP, dus als het niet goed gaat met milieu, als we straks je natte voeten gaan krijgen, dan is dat wel heel erg vervelend. Dus ik denk dat dat is sowieso belangrijk voor heel Nederland.